is Marco en ik ben jullie Zwitserse ranger tijdens deze rit. Voordat ik de savanne op kan rijden heb ik wat veiligheidspuntjes voor jullie. Het is belangrijk dat jullie blijven zitten met de beugel gesloten en gaan niet op de deurtjes leunen. Voor de veiligheid van onze dieren is het niet toegestaan om te eten, drinken, roken of snoepen tijdens het rijden. Uiteraard mag je wel mooie foto's maken, dus houd je camera bij de hand, maar houd de camera handen en armen, altijd binnen de truck alsjeblieft. Wij hebben hier linkerkant direct de dwergzeeboes te zien. En hiervan hebben wij vier kalfjes. Een ervan is nog niet 1 week oud. Hier links. Daar vertelde hij net niet over. Nee. Ah. Daar gaan we. En wij beginnen direct met de impala's. Wij hebben die hier rechterkant verdeeld, maar ook hier links heel mooi te zien. Impala's zijn geweldige springers. Zij kunnen wel tot 3 meter hoog en tot 10 meter ver springen. Impala's worden ook een beetje als de fastfood van de Seringa gezien, van de savanne, maar zonder risico gejaagd kunnen worden. De achterkant van de impala's ziet een beetje uit zoals een M met de zwarte streepjes. Het lijkt een beetje als de McDonald's. Ja, ik kan natuurlijk niet zien. Nee. Ik zit rechts. Ja. Maakt niet uit. Daar staat het op. Zie je de M van McDonald's? M. Hier rechts boven de heuvel hebben we nog een keer in Palas en hier linkerkant, dat is de Leeuwenbrug. En als jullie achter de brug kijken, hebben we eerst linkerkant, waar de mensen nu staan, de leeuw in het gras. Maar op de hele kant hier links zijn de leeuwbinnen allemaal verdeeld. Leeuwen die slapen tot 20 uur per dag. Let op, wij gaan door het water hier. Als jullie nu nog een keer links kijken, hebben we nu hier dichtbij een leeuwin boven de grote steen te zien. En hier rechts, heel dichtbij, bij onze gastfamilie, dat zijn eendjes. En deze kleine, die zijn hier bijna 2 maanden oud. Ja, ze zijn hier ondertussen in de woestijn aangekomen. Hier leven de kamelen samen met de onagers. Oh nee! En een van de kamelen staat hier in het midden op het pad. Oh nee! 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 Mijn batterij gaat echt dood! Onagers zijn wilde Aziatische ezels. Het is eigenlijk een half ezelsoort. En ze rennen heel snel. Ze rennen tot 70 km per uur. Als vergelijk, wij hebben hier in Nederland de grijze ezel en die rent tot ongeveer 50 km per uur. Nou, gaat hij al van de weg? Nee. Ja, dan gaat mijn batterij echt dood. Kamelen zijn goed aangepast aan de extreme hitte en kou van de woestijn. Ze hebben bulten waar ze energierijk vet in opslaan. Kamelen kunnen trouwens tot 2 weken zonder voedsel en water. Nou, daar wachten we dan. Moet je ook aan de lader? Ja, dat gaat. Oh, gelukkig. En gelukkig, zij is weg. En je linkerkant heel dichtbij nog een kameel. Oh, zet hem op de foto. De weg.
als een kameel een waterbron weet te vinden, dan kan het maar liefst, kan het in 1,5 minuut maar liefst dat 100 liter water drinken. Wij zijn hier weer terug op savanne. In Afrika leven drie verschillende soorten zebras. Het steppe zebras, de meest voorkomende zebrasoort, en is wat jullie hier linkerkant zien of dan straks rechts. Een haren bestaat uit één hengst met ongeveer 6 vrouwtjes en ze blijven een leven lang trouw aan elkaar. Hier direct links, hier in de bocht, in bijna de waterbokfamilie. De hoorns van de waterbok die kunnen wel tot 1 meter lang worden. Gaat u niet vertellen over dat zebra's zwarte paarden zijn met witte strepen? Nee, dus niet. Is 2 jaar geleden. Vanmorgen. Oh, echt? En iedereen heeft zijn eigen patroon. Ja. Die is schattig. Jullie zien je rechterkant bij de zebra's ook heel goed. Dat in het begin, bij het veulen, het gewacht nog bruin is en pas later zwart wordt met witte streepjes. Ja, hij heeft het verteld. Oh, je hebt die mooie beesten. Wij komen hier nu langs de giraffen, de linkerkant, de rode giraffe, die wordt tot 6 meter hoog. Zijn het zoals bij mensen 7 nekwervels, die dan wel tot 30 centimeter lang worden per stuk. Hier, we gaan door een plas. Let op, wij gaan door het water. Jullie zien hier rechterkant de blauwe gnoes. We zijn helaas alweer aan het einde van de safari gekomen. Blijf er nog even zitten met de beugel gesloten tot wij echt stilstaan op het station. Ik vond het leuk dat u meegereden bent en wens jullie verder een leuke dag hier op Weiland. Weiland. Dat is een grappig liedje. Er zat echt gewoon bijna niemand in de rij. Een fijne dag en tot ziens.